Gamen tegen de rest van je klas en tegelijkertijd gezond bezig zijn, dat kan in de app Gamebus. Onderzoekers van de TU in Eindhoven bedachten het en de leerlingen van het Ulis College mochten de app de komende maanden als eerste testen. Nou, wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn wat een gezonde levensstijl met hun kan doen. Of eigenlijk omgekeerd, als je niet gezond leeft, wat dat met je kan doen. En dat doen we al jaren. Maar dat deden we altijd op 2 dagen. En het mooie aan dit project is dat 3 maanden gaat duren. En dat leerlingen middels zelf verzonnen uitdagingen voor 3 maanden, gedurende 3 maanden, die uitdagingen aan kunnen gaan. Samen met de onderzoekers hebben de leerlingen zelf uitdagingen bedacht die ze nu kunnen uitvoeren. De app registreert vervolgens wat ze gedaan hebben en hoeveel punten ze hebben verdiend. We zijn begonnen met het maken van een groepsfoto. Leerlingen moeten bijvoorbeeld ook handje drukken tegen een persoon die 40 jaar of ouder is. Of ze maken een foto van een gezonde salade. Of ze gaan in een yoga-houding zitten. En van al die activiteiten moeten ze foto's maken. En die foto's die kunnen ze uploaden in de app. En daarmee kunnen ze punten verdienen en daarmee ontstaat er een competitie. Vrijdag was de aftrap van het project. Naast de gewone uitdagingen waren ook op die dag grote challenges, zoals workshops bij de GGD en de gemeente. Vandaag laten we de kinderen verschillende workshops doen. Onder andere maken ze kennis met een rookrobot, gaat over roken, een stukje alcoholpreventie. Ze gaan aan de slag met smoothies. Ja, dat heeft vooral met gezonde voeding te maken, met een stukje bewegen. Jullie hebben ook al beelden van de digitale tik spelen. En alles staat als het ware in teken met een stukje gezondheid. De kinderen doen uitdagingen tegen zichzelf, de docent en de klas. Omdat iedereen eraan meedoet en je dus eigenlijk niet achter kunt blijven, werkt deze combinatie van sport en fun goed voor hen. Ik denk dat het wel goed is, want dan ga je wel echt opletten of je iets met de gezonde school doet en zo. En dan ga je het ook wel echt uitvoeren, omdat je natuurlijk wel wil winnen als beste klas. Tegenwoordig zijn veel kinderen meer dan ooit met hun scherm bezig. Maar met dit project wil de school dat vooral omzetten naar iets positiefs. Stimuleren van het telefoongebruik is het volgens hen dan ook niet. Er zitten juist ook heel veel challenges in de Gamebus app om dat tegen te gaan. Om daar juist bewuster en veiliger mee om te leren gaan.